Hallo, mijn naam is Hadewig Kolen. Ik ben ziekenhuisapotheek en hoofd van de ziekenhuisapotheek. Ik werk hier al vanaf 1998 en het is natuurlijk een hele lange tijd. En dat geeft al aan hoe leuk het werken is in het medisch spectrum Twente. Wat doen we vanuit de ziekenhuisapotheek? Wij verzorgen een optimale en veilige farmaceutische zorg. Met z'n allen voor jullie, de patiënt. Wat doen we dan? Ontzettend veel. We bereiden geneesmiddelen, maar wij verifiëren ook de medicatie die de patiënt gebruikt. Sinds kort zijn we bezig met de voorbereiding van het bouwen van een polyklinische apotheek. Zie hier een robot, een grote balie, als ook een mooie wachtkamer met al onze eerste patiënt. De polyklinische apotheek is een onderdeel van het ziekenhuis en ook een onderdeel van de ziekenhuisapotheek waar wij de geneesmiddelen gaan leveren aan de patiënt die ontslagen wordt, als ook de patiënt die vanuit de polykliniek naar huis gaat. Dus hier kan de polyklinische patiënt straks zijn medicatie ophalen en meenemen naar huis. Als u tot slot in één woord zou moeten samenvatten hoe u verwacht dat het nieuwe MST u nog meer helpt in uw dienstverlening richting patiënten, welk woord kiest u dan? Dat is heel lastig, want er is zoveel wat het nieuwe ziekenhuis je biedt. Maar met name creëert het een omgeving om innovatief je processen te verbeteren. Dus nog betere en optimalere zorg te verlenen. Dus je wordt geholpen zeg maar, door een mooie omgeving. En daarin biedt het ziekenhuis de patiënt de omgeving om ook goed en rustig en op het gemak te herstellen. En ook de optimale zorg te krijgen die de patiënt verdient. Nou, dankjewel. Veel succes in de aanloop naar de verhuizing. Dankjewel.